Ondanks het slechte weer hebben we toch maar besloten om te gaan trollen op Snoek. Oftewel, slepen met kunstaas achter de boot. Dit doe ik samen met Dominique. We vangen een paar mooie snoeken en ik krijg een van de gaafste aanbeten uit mijn leven. Dit geweldige avontuur ga je zien in deze video, dus vergeet zeker niet even een duimpje omhoog achter te laten en je te abonneren met het belletje aan om zo geen enkele video meer te missen. Veel plezier met kijken! We vissen vandaag voornamelijk met groot kunstaas gericht op grote snoek. We gooiden ons kunstaas in en begonnen alvast met trollen in de hoop onderweg nog even een mooie snoek te kunnen vangen. Het duurde niet lang en de eerste snoek was binnen. Het is er dan wel geen grote, maar het is er wel een. We stopten even met trollen en voeren naar een plek waar het water net even wat warmer is. In deze plek hadden we veel vertrouwen een grote snoek te vangen. Eenmaal aangekomen op deze niet hele mooie locatie, maar wel goede visstek, begonnen we weer met vissen in de hoop een paar grote snoeken te vangen. Nou, we zijn vandaag aan het trollen. En ja, het is echt klote weer, om het zo maar even te zeggen. Maar ja. Gast, je zoomt in. Het weer zat helaas niet mee, maar na nog geen 5 minuten kreeg ik een van mijn meest spectaculairste aanbeten ooit. Helaas heb ik de aanbeet niet op film, maar de drill gelukkig wel. Geniet ervan. Holy shit! Holy shit! Doe dat. Staat het filmen? Dikke meter. Shit, dikke meter snoek. Fucking harde aanbeet. Holy shit. Holy shit. Adrenaline level 100.000. Kan je filmen? Of? Ja, ik heb hem. Ik draai het bij jou helemaal in. Ja, dit is wel een hele foto. Ja. Voor mij is dit wel een hele grote. Zo, nu komt hij hier voorbij. Nou komt hij hier voorbij. Holy shit, gast. Holy shit. Voor mij is het niet een hele grote, maar Het valt. Yo. Hier, kom maar, ik schep hem wel. Nee, dat lukt wel. Ja? Yo, best. Daar is 80, 70. Maar een dikke kap, jongen. Kom op.
Ja, de hengel gaat weer. Zo daar. Laten we eventjes in het net zitten. Kijk eens aan, jongens. Het was een prachtig mooie aanbeet. Dit is denk ik een, zal het zijn, 90. Ik denk 90 of zo. Ik ga hem even meten en dan gaat hij weer terug. We zijn denk ik ongeveer een uurtje aan het vissen. Gaat hij weer. Nou, de snoek is loezoe. Een uurtje aan het vissen, denk ik. Dag nog twee mooie snoeken gevangen. Ja, we varen hier langs een melkfabriek. Dus hier is het water net even wat warmer. Hier is ook een heel erg diep taluut. Dus hier had ik net die metersnoek. Maar dat zijn vaak toch wel echt de goede plekken waar je toch wel even een paar keer langs moet varen. Ook plekken zoals bruggen, duikers, waterplanten en waterkruisingen zijn plekken die je zeker niet moet overslaan. Een groot voordeel van het vissen vanuit een boot is toch echt wel dat je op plekken kunt komen waar je vanaf de kant echt niet bij kan. We slepen ons kunstaas ongeveer 8 meter achter de boot en we varen met een snelheid van gemiddeld 2 tot 3 km per uur. Als hengels gebruiken we stevige spinhengels van een lengte tot maximaal 2,30 meter lang. Het beste kun je de hengels schuin naar achter laten wijzen. Hierdoor heb je voldoende contact met je kunstaas en ook nog heb je veel bewegingsvrijheid om aan te kunnen slaan. Ook is het erg van belang om een paar goede hengelsteunen aan boord te hebben om makkelijk met meerdere hengels te kunnen vissen.